zag de crème de la crème van de Nederlandse muziekbiz voorbij komen. En uiteraard was ook André's bloedeigen Krooster van de partij. Als klap op de vuurpijl verscheen de volkszanger himself ten tonele in de vorm van een oogverblindend hologram. Waardoor duizenden fans oog in oog stonden met hun grote idool. Als hij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allemaal. Ja. Hoe was dat, Martijn? Nou, kippenvel, echt waar. Ja? Echt, ja, het was doodeng eigenlijk. Reageerde het publiek heel erg op, of niet? Nou ja, mensen, iedereen was aan het filmen. En ja, dat was echt een heel raar moment. We zijn ervoor naar Parijs geweest. En dat is een techniek die nog niet eerder is toegepast bij een concert. Ja, het is zo levensecht. Het is gewoon, ja... Maar is het helemaal computer geanimeerd? Of heb jij een model gestaan en loopjes gedaan? En zo? Nee, ik heb geadviseerd en ze hebben zeg maar op mijn lichaam hebben ze zeg maar geanimeerd. Zoals dat. Oh, ja. Maar werd die dan aangekondigd of kwam je uit het niets? Hoe ging dat? Nee, het is een hologram, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, hij komt nog niet uit het niets ineens en dan André Haas is een hologram. Ja, ja, hij kwam uit het niets, ja. En dat was ook in de weer weg. Ja, het is tovenarij, mensen. Ga er maar naar kijken. Het is lollig, hoor. Zullen we een klein stukje ervan laten zien? Gewoon ja, ja, leuk. Even kijken. Jezus. Slag de slaven. Ah, fantastisch. Vroeg al gisteravond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond nog een vrij. Jeetje. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Huh? Oh ja. Yeah. Is dat voor je? Ik vind het heel eng. Vind je het eng? Kippenvel. Ja, ik krijg wel echt kippenvel. Wil je blijven hangen? Ja. Er zitten 17.000 mensen die helemaal maf zijn van die André Hazes. En je ziet zijn kinderen die geweldig zingen. En je ziet nou ja, al die artiesten die dat echt heel goed kunnen. Maar dan, ja, dan zie je dus ineens dit. En zelfs het hologram heeft zelfs een schaduw. Ja. Even het refrein meepakken. Kom maar, met het refrein. Als hij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allemaal. Ze vraagt nooit wat je voor mij zijn. Want ze weet. Ja, ik kan en zijn kinderen, hoe reageerden zij? Ja, ik heb ze niet gesproken nog, maar het lijkt me voor hun heel eng, ja. 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 Ik denk dat ze zichzelf er wel een aantal keren aan hebben blootgesteld om het... Ja, dat deden ze bij de musical ook, weet je nog. Ja. Dat kwamen ze gewoon echt een paar keer kijken voordat ze er helemaal... Hoe vind jij het, Chantal? Ja, je hebt niet in musical gezeten, ik bedoel... Ja, het is echt kippenvel. Nou, ik was toevallig in het gebouw waar Rachel en Roxanne naar gingen kijken, weer even hoe het was geworden. En ja, hoe zij daar dan inderdaad dan ook naar binnen gaan. Dan denk je, dan gaan ze kijken naar haar man die er niet meer is en een vader die er niet meer is. Dat moet voor hen bizar zijn. Ja. En ook zo'n moment, volgens mij kan je dat niet voorstellen hoe dat is. Iedereen wil wel dat iemand die er niet meer is even terugkomt. Dat wensen we allemaal wel. En dan ineens komt dat even zo. Dus was met jou al met de musical heft. Ja. Laat staan met dit. Nou, dat hebben ze nu echt... Een beetje gemeene manier overtroffen. Ja.